Goed. Paragraaf 1.1 van pincode. Dus dat wil zeggen dat jullie straks ook de opgaves over gaan maken. We gaan een paar dingen met jullie bespreken. En we gaan eigenlijk beginnen met de vraag, wat is economie? Heb ik jullie de vorige les, hebben we het daar al kort over gehad. Wie kan me dat nog een keer vertellen? Wat is economie ook alweer? Ja? Geen idee. Ja, economie is de leer van de keuzes. Hè? Dus we hadden gezegd, iedere keuze wat wij maken, heeft eigenlijk een gevolg voor de economie als het ware. Hè? Op het moment dat ik dit t-shirt koop, koop ik het bij dit bedrijf en niet bij een ander bedrijf. Dit bedrijf kan daardoor wel ervoor zorgen dat het shirtje gemaakt wordt. Dit bedrijf kan ervoor zorgen dat dat verkocht wordt en ze kunnen daar eventueel winst mee maken. Dus iedere keuze wat wij maken, heeft gevolgen voor de economie. Ja, op de vraag, wat is economie? Ja, economie is dus de leer van de keuzes. Nou, nu hebben we het over dat shirtje van mij gehad. Ik had namelijk de behoefte om dit shirtje aan te doen. En waarom had ik die behoefte? Omdat ik graag kleren aan wilde. Het zou wat zijn als iedereen hier naakt zou rondlopen natuurlijk. Dat moeten we ook niet hebben. Dus dan, nu hebben we twee soorten behoeftes. We hebben aan de ene kant de primaire behoefte en aan de andere kant de secundaire. Soms noemen we dit ook wel de luxe behoefte. Ja? Dus het verschil tussen de primaire en de secundaire behoefte is eigenlijk, zeggen we normaal gesproken, dat je niet zonder primaire behoeftes kan. Nou ja, zou ik zonder dit shirtje kunnen? Ja, eigenlijk wel. Maar kleding zien we normaal wel als een primaire behoefte. Is een soort basisbehoefte, hè? Zullen we maar erbij zetten, de basisbehoefte, hè? Die basisbehoeften die hebben we eigenlijk gewoon nodig om te overleven als het ware. En jullie zullen misschien wel zeggen dat voor jullie de telefoon een basisbehoefte is. Nou, daar valt natuurlijk wel over te twisten. De basisbehoeften zijn normaal gesproken onderdak, kleding en voedsel. Dat zijn voor ons de primaire behoeften, de basisbehoeften. Die luxe behoeften, daar zeggen we van, die maken het leven gewoon een beetje leuker. Dus een telefoon is absoluut een luxe behoefte. Er zijn altijd van die grapjes erbij. Ja, en als je vliegtuig in de Amazone crasht of zo en je moet iemand bellen, dan is een telefoon toch ook een basisbehoefte. Ja, daar gaan we natuurlijk niet van uit, van die uitzonderingen. Wij zeggen normaal gesproken dus de primaire behoeften zijn de basisbehoeften om te overleven. En de secundaire, dat is alles wat het leven een beetje leuker maakt. Ja? Dan hebben we het begrip schaarste staan. Wie heeft er wel eens van het begrip schaarste gehoord? Wie heeft er wel eens... Ja? Weinig, ja. Een ander woord voor schaars is weinig inderdaad. Iets dat op kan raken. Heel goed. En dan heb jij het eigenlijk over de algemene schaarste. Dus als ze het op het nieuws hebben over er is schaarste. Wie kan me een voorbeeld dan geven van iets dat schaars is? Ik kan me een voorbeeld geven van iets dat schaars is. Een product, ja? Water in Afrika. Water in Afrika, heel goed. Ja, olie komt heel vaak op het nieuws als schaars goed, hè? Want dat gaat heel snel op. Dan hebben we het dus over algemene schaarste. Dat doen ze op het nieuws. Ja? Maar wij doen het vaak economie. En we zijn dus ook benieuwd naar wat dan economische schaarste is. Nou, economische schaarste zeggen we meestal als er een tegenprestatie voor geleverd moet worden. Ja? Dus als er een tegenprestatie voor geleverd moet worden. Dat wil dus zeggen dat bijvoorbeeld schoon drinkwater is ook economisch schaars. Want, waarom is dat economisch schaars? Omdat je dat nodig hebt. Nee, dan heb je het over het algemene schaarste. Omdat je het nodig hebt. Wat was economisch schaars? Dat hadden we net gezegd. Nou, niet gewoon, maar ik kan schrijven. Oké. Waarom is schoon drinkwater zowel algemeen schaars als ook economisch schaars? Wie kan me helpen? Weer mee te doen, hè? Waarom is schoon drinkwater zowel economisch schaars als ook algemeen schaars? Ja? Ja, kinderen in Afrika hebben water nodig en als we dat niet hebben, kunnen ze ook niet werken. Ja, maar dan zit je weer in de algemene schaarste. Ja? Het kost geld om water te zuiveren. Ja, het kost inderdaad moeite om water te zuiveren, inderdaad. Dat water kun je niet zomaar uit de Maas pakken en hop gaan drinken natuurlijk. Dat moet eerst gezuiverd gaan worden. Dus voor schoon drinkwater is absoluut moeite gedaan. Ja?
een moeilijk woord zeggen ze dan, het moet eigenlijk een opoffering zijn. Maar, wij zeggen normaal gesproken, er is moeite voor gedaan. Dus, economisch schaars is? Iets waar je moeite voor doet. Iets waar je moeite voor doet, inderdaad. Een algemeen schaars is? Iets dat? Niet nodig hebt. Nee. Economisch schaars, algemeen schaars is dus iets dat? Nee, dat is niet, als het ene dat is, dan is het dan. Dat hebben we net gezegd. Wat is algemeen schaars gewoon? Dat iets op kan raken. Ja? Mensen meedoen. Ik zei je niet voor Jan Joker uitleg te geven, hè? Dat jullie daar later naar terug kunnen kijken. Is leuk voor jullie. Het beste doe je nu gewoon mee. Ja? Dus we hebben algemeen schaars en economisch schaars. Oké. Nu is het natuurlijk zo dat mensen hebben behoeften. Ja? Ik had behoefte aan dit t-shirt. Niet aan dit t-shirt, maar ik had behoefte om iets om aan te doen. En het is vandaag 30 graden buiten, dus ik had graag een t-shirt aangehad. Daar heb ik behoefte aan. Nou, mensen hebben behoefte. Nou, wat doen bedrijven? Wat is eigenlijk de rol van de bedrijven in de hele economie? Produceren. Waarom? Zodat ze kunnen verkopen. En waarom verkopen ze? Omdat er... geld komt. Ik hoor hem daar. Geef me een hand. Omdat er? Omdat er behoefte aan is. Ik probeer even te koppelen naar wat ik zeg. Ja, dus inderdaad, bedrijven doen dus eigenlijk dat ding maken waar behoefte aan is. Ik had behoefte aan dit shirtje en dit merk heeft toevallig daarop ingespeeld. Omdat ik dit een mooi t-shirtje vind waarschijnlijk. Of omdat die een aanbieding was of weet ik veel wat. Ja? Dus die goederen die zorgen er eigenlijk voor dat wij dingen kunnen kopen. Nu is er natuurlijk een belangrijk verschil tussen goederen en tussen diensten. Wie weet dat? Wat is het verschil tussen goederen en diensten? Iedereen denkt, ja, dat is eigenlijk best wel logisch, maar... Ja? Diensten is... ik doe gewoon ander of zijn bijvoorbeeld in een supermarkt ergens waar goederen is. Ja. Lijkt heel logisch, hè? Ja. Ja? Goederen zijn producten. Ja? En diensten zijn mensen die aan goederen werken. Ja, heel goed. Dus eigenlijk, als ik jou samenvat, zeg jij, goederen kun je aanraken en diensten kun je dan niet aanraken dus. Ja. Ja, oké, nou prima. Zo mag je het van mij wel onthouden. Dus een goed, inderdaad, dit bord is een goed, want dan kan ik aanraken. En een dienst kun je niet aanraken. Bijvoorbeeld een taxirit kun je niet aanraken. Ja, je kan de taxi aanraken, maar de taxirit kun je niet aanraken. De taxichauffeur kun je ook aanraken. Is nog steeds geen goed dan, hè? Het is een dienst. Het gaat om de taxirit. En dit bord of die tafel zijn allemaal goederen, want die kun je aanraken. Ja? Nu zijn wij gewend dat wij natuurlijk iets doen betalen voor onze goederen. Ja? Maar soms hebben wij ook vrije goederen, waar we niet voor hoeven betalen. Wie weet een voorbeeld van een vrij goed... Niet heel moeilijk, denk ik, maar... Ja? Lucht. Ja. Zeker. Nog meer? Ander voorbeeld van een vrijgoed. Ja? De zon. Zon, zeker. Ja, dat zijn allemaal inderdaad vrije goederen, inderdaad. Hè? En soms is dat ook een beetje vreemd, hè, met die vrije goederen, hè. Want bijvoorbeeld vandaag toen het zo warm was, had ik de ventilator aan staan. Daar komt koude lucht uit. En net wordt gezegd, lucht is eigenlijk een vrijgoed. En toch is het dan geen vrijgoed meer, want ik moet die ventilator kopen. En die ventilator die kost stroom. Dus dan wordt het ineens geen vrijgoed meer. Dat is een beetje vreemd soms, hè? Maar normaal gesproken zeggen wij, vrije goederen kun je gewoon vrij gebruik van maken. Bijvoorbeeld de lucht en de zon. Er is niemand die wat jou een boete geeft als jij doet ademen. Ja? Dan hebben we het volgende begrip, welvaart. Nou, op het nieuws, de welvaart in Nederland is toegenomen. Of afgenomen, ja. Nou, de vraag is dan een beetje, wat is dan dus de welvaart? Hè? Ik bedoel, is een belangrijk verschil, en dan komt er al een begripje bij. En dat is het begrip welzijn. Die hoor je ook wel eens bij het nieuws. Dan hebben ze het over de welvaart of over het welzijn. Nou, welzijn, dan kijk je eigenlijk gewoon naar de mensen zelf. Hoe voelen die mensen zich? Zijn de mensen gelukkig als het ware? Dan hebben we het over het welzijn van de mensen. Ja, maar welvaart, dit welzijn staat daarom ook niet in het boek, want het is eigenlijk geen economie. Maar wel een begrip wat je vaker op het nieuws hoort. Ja, dus welzijn is meer inderdaad, hoe voelen mensen zich? Zijn mensen dan gelukkig als het ware? Ja,
Welvaart is iets meer economisch. Ja? En met een moeilijke zin, en dan moet je niet helemaal over gaan schrijven. Je zal een soort samenvatting voor jezelf moeten maken. Welvaart is in hoeverre zijn mensen in staat om hun behoeften te bevredigen. Dat zeggen ze de moeilijke zin. Dus in hoeverre zijn mensen in staat om hun behoeften te bevredigen. We hebben net inderdaad die behoeften daar gezet. Hè? We hebben uitgelegd wat het verschil tussen primair en secundair is. En bij welvaart gaan wij dus gewoon kijken in hoeverre kunnen de mensen inderdaad hun behoeften bevredigen. Nou, je snapt natuurlijk al dat bijvoorbeeld in een heel arm land, in Midden-Afrika of zo, ja, daar kunnen mensen heel moeilijk aan drinkwater of aan eten komen. Ja, die welvaart, die zal dan natuurlijk ook wel een stuk lager zijn. Wat zal er daar met het welzijn aan de hand zijn, denken we? Wat denk je? Nee. Waarom niet? Omdat je niet aan meeschrijven was, dus je weet niet wat het verschil is. Wat zal in die landen in Midden-Afrika, is er een verband dan tussen welvaart en welzijn? Denken we? Probeer maar eens. Wat zou het verband kunnen zijn tussen welvaart en welzijn? Ik vraag het aan de jonge man met het blauwe t-shirtje daar. Probeer eens iets. Nee, ja. Oh sorry, je hebt alle twee blauw aan. Probeer eens iets. Wat is welvaart? Ja, voor de behoeftes. Ja, of je behoefte in je behoefte kunt voorzien. En wat is welzijn? Dat hebben we net wel uitgelegd, hè? Wat was welzijn? Hoe mensen zich voelen. Dan ga ik weer terug aan jou vragen. Is er een verband, denk je, tussen? Tussen welvaart en welzijn dan? Ja. Waarom? Ja? Omdat, ja. Je hebt bijvoorbeeld honger. Ja. En dan, ja, heb je eten nodig. Ja, precies. En als je daar niet in kan voorzien, voel je je dan goed of slecht? Slecht, tuurlijk. Dus als vaak in de landen inderdaad waar de welvaart niet heel hoog is, is het welzijn dan ook niet heel erg hoog. Ja? Maar op een gegeven moment kom je wel op een punt te zitten dat op een gegeven moment wel... Kijk, in Indonesië kan het best zijn dat mensen zich gelukkiger voelen dan dat ze mensen in Nederland zouden leven. Waarom? Omdat die mensen daar misschien een stuk sneller tevreden zijn met alles. Ja? Die zijn dat ook gewend inderdaad, heel goed. Ja. Dus daarom hoeft dat niet per se zo te zijn, maar meestal is er wel een verband. Inderdaad, als je niet kan eten, dan is jouw wel, en je kan dus geen eten kopen of geen drinken kopen, dan is jouw welvaart waarschijnlijk al een stukje lager. En daardoor zal jouw welzijn, neem ik aan, ook wel een stukje lager worden. Ja? Laatste onderdeel zijn de procenten. Economie is natuurlijk ook een stukje rekenen, daar kunnen we helaas niet aan ontkomen. Vinden mensen vaak moeilijk. Ja? Nou, er zijn een paar dingen met procenten zijn er belangrijk. Kijk, wat is 1%? Wat is dat eigenlijk? Ja? Gedeeld door 10. Of goed door dat? Ja, bijvoorbeeld. Maar niet gedeeld door 10. 1 deel. 1 deel van de? Van de 100. Ja. Cent in het Frans is 100. Hè? Dus 1%. Ja, 1% is dus eigenlijk 1/100. 10% is 10 van de 100, hè? 90% is 90 van de 100, hè? Dus eigenlijk procenten, zeggen we altijd, is 1%, is dus eigenlijk 1/100. Nou, waarom gebruiken wij nu procenten? Dat kan bijvoorbeeld voor dit zijn. Eerste voorbeeld. Van deze groep, ik zeg maar even iets, even willekeurig getal. Ik zal hem eerst even opschrijven. Deel delen door geheel. Waarom gebruiken we dit? Als we bijvoorbeeld zeggen, in deze klas zijn er 20 leerlingen. Dat is het geheel. In totaal zijn er 20 leerlingen. En van die 20 leerlingen zijn er 10 jongens. En 10 meisjes dus. Maar we gaan nu even proberen het berekenen van het percentage, het procent jongens. Nou, we hebben 10 jongens, dat is het deel. Het geheel zijn 20 leerlingen in totaal. Dus 10 van de 20. Ja, en dan doen we dat meestal keer 100, hè, keer 100%. Is 50%. Nou, de helft is natuurlijk altijd 50%. Hè? Dus daarom gebruiken we deze formule. Deel delen door geheel. Dus we hebben het geheel, is in dit geval de hele klas. Het deel is wat we willen berekenen. Dat zijn in dit geval het aantal jongens in de klas. Ja? Dat is het eerste waar we procenten mee gebruiken. Het tweede waar we procenten mee gebruiken, is ook omdat we een verandering kunnen zien.
Ja? Nou, daar gebruiken we eigenlijk altijd voor de volgende formule. Nieuw min oud delen door oud. Dat doen we altijd keer 100. Ja? Dus we hebben nieuw min oud delen door oud staan. Ja? Nieuw min oud delen door oud. Nou, wat kunnen we hier nu mee berekenen? Bijvoorbeeld, eerst verkocht een bedrijf, ik zeg maar even wat, 10 computers per dag. Maar nu gaat het beter met het bedrijf, verkopen ze er 15 per dag. Hoeveel procent verkopen ze nu meer? Nou, dan gaan we kijken. We hebben eerst verkochten we 10 computers per dag. Nu verkopen we er 15 per dag. Wat is dan nieuw en wat is dan oud? Nieuw is hoeveel computers? 15. En oud is? Een oude situatie. Hoe verkochten we er eerst? 15? Nee. Oh, denk ik niet. 10, ja. Goed meedoen met de opgaves. Dus dan krijgen we inderdaad 15 computers verkopen we er nu, dat is nieuw. Oud zijn er 10, delen door oud. Nou, 15 min 10 is 5, delen door 10 is 50%. Ja, dus deze computerwinkel verkoopt dus nu 50% meer computers. Nou, eigenlijk met de procenten is dit alles wat je moet weten op dit moment. We hebben deeldelen door geheel. Dat is voor als we dus een percentage willen weten. En nieuw min oud delen door oud is eigenlijk voor als wij een verandering willen zien.